Dat je er bent. In ieder geval, oei, het is Boy QC. En we zijn er weer met een nieuwe video. En wij gaan vandaag weer reageren op filmpjes op het internet. Jullie weten het, is QC, jullie favoriete videodealer. En wij gaan vandaag weer kijken wat er allemaal gedeeld kan worden op internet. Dus ik zou zeggen, zit achterover, geniet. We gaan content snuiven. Oh, man. Вот это мое невезучее место. Окей, мы будем гефехи. Когда здесь 140 пролетаешь... Hij gaat even neer. Oh, maar wacht even. Volgens mij was deze man hier aan het dweilen voordat hij zeg maar ging vechten. Dus als het goed is, maakte hij een plagaatje door deze man. Volgens mij, ja, dat moet wel, want hij gleed daar precies uit. Wacht, laten we nog een keertje kijken. Kijk. Ik heb dat is zo'n kwaliteit. Ja, dat maakt het alleen maar beter. Dit was gewoon een setup van de start. Schoonmaker is omgekocht. Kan niet anders. Oh, de politie gaat optreden. We hebben een demonstratie. Ja, maat, dit zag ik niet aankomen. Ja, dit is zeg maar zo flauw. Dit is zo mijn humor. Ik dacht, we gaan weer zo'n klimaatdemonstratie zien. Maar dat was niet het geval. Ja, dit vind ik een leuk grapje. Dit is leuk gevonden. Dit is voor herhaling vatbaar. Ik wil u verzoeken sowieso jonge kinderen en vrouwen weg te sturen. Want wij gaan nu echt optreden. Maar wat is dit dan? Ja, wat voor maatschappelijk project is dit nou weer? Kijk, ze spelen hoor. Ik bedoel, ik heb ze ook slaand meegemaakt. Maar dat was bij de knuppel. Dat waren andere tijden. Maar daar gaat het niet over hebben. Oh ja, deze ken ik. Deze man is de weg kwijt. Kijk. Dat is geen paracetamolletje, maat. Ja, wat ik me ook afvragen, als je zeg maar deze guy hier bent, van ja, hoe kijkt hij? Misschien zijn zijn gezicht niet. Ik probeer me te verplaatsen ook in deze guy, hoe moet je je voelen, zeg maar. Kijk, deze man, sowieso de weg kwijt. Hier, kijk de baan. Hier. Ja, maar misschien kijkt hij wel hetzelfde. Misschien is dit een soort van plot twist. Misschien kijkt deze man precies hetzelfde. En kijken ze elkaar gewoon zo aan. Ik weet niet welke festival dit is, maar de lokale dealer die heeft sterk spul naar binnen gebracht. Ik ga er altijd zo goed op. Wij hebben geen kompoes, maar chocoladepoes. Oh man. Welke Albert Heijn heeft deze opdracht gegeven? Dus ja... Ze doet het wel even. Want ik zie ook iemand zeggen, die hand in de schaduw. Daar moeten we op letten. Wij hebben geen kompoes, maar nee. Chocoladepoes. Hapje net zo. Dat is een aardig hapje. Wie doet daar de marketing? Wie doet de marketing bij Albert Heijn? Oh man. Oh, we komen vandaag sterke video's tegen, man. De tering, man. Dit is een hele sterke episode. Zeg het nu al. Lekker! Zo lekker. Oh, was ik helemaal stuk. En dat is niet alleen om haar, maar ik weet toch, ik zag in mijn ooghoek zeg maar deze comment. Die hand in de schaduw, dus ik ging daar ook gelijk op letten, toch? Maar kijk, let op naar het hapje, hè. Ze zegt lekker. Lekker! Je ziet zo'n hand zeg maar die zegt, ga maar door. Nee. Oh man, ik wil de manager spreken. Ik wil de marketeer spreken. We hebben antwoorden nodig. Oh jee. Ik heb gewoon tranen, man. We gaan plassen. Oh nee, dat gaat fout. Maat, wat ben je allemaal aan het doen? En zijn vrienden wisten het hoor. Die hebben niet zomaar die camera klaarstaan. Die hebben niet alleen maar de camera klaarstaan omdat meneer een wild plasje aan het voeren is. Die zagen het al van mijlenver aankomen. En waarom is hij ook aan het zwijgen? We hebben zoveel vragen vandaag. Zo maat, wat luistert hij? Die luistert alles omhoog hoor. Maat, je zag het al aankomen. Ja, dat is een heftig nummertje.
Maar het is wel jammer dat het gelijk daarna stopt met filmen. We willen het effect zien. We willen de bult zien. We willen pijn zien. Leed. We gaan gewoon. We gaan weer door. Oh nee, dat meen je niet. Al is weer zo'n Arabische prank. Ja, marhaba, Hassoun. Kom maar zitten. Ja, dan ben je ook een leier, man. Dan ben je echt een leier. Ja, dat doet pijn, dat doet pijn. Ik denk niet dat het zeg maar zoveel pijn doet dat je de rest van de dag niet meer kan lopen. Maar we kunnen het wel klassificeren in een geen prettig gevoel. Nog even één keer dan. Ja, marhaba, Hassoun. Tassala. Ja, wallah, bil afia. Dat gezicht wat hij er ook erbij trekt. Ah, oh, man. Prachtig dit. Listening heavy metal. Ja. Oh, man. En ik wou gewoon niet lachen, man. Ik dacht, ja, man. Dit is... Als ik hierom ga lachen, is mijn humor kapot. En we weten al dat het aardig kapot is. Maar nu is het zeg maar nog erger kapot. Man heeft natuurlijk hier een doosje wat op een soort van... AirPod doosje moet lijken. Dan haalt hij twee schroefjes eruit. Vond ik aardig grappig. Weet je, het deed iets met me. Maar ik denk van ja, we gaan hier niet om lachen. Ik wil niet dat mijn humor nog erger afbelt. Maar vervolgens doet hij oordopje in en dan hoor je dit. Hij doet hem dit. Oh man. Misschien is het toch wel erger dat ik zeg maar om dat gedeelte lach. Zo teleurgesteld in mezelf. Ik ben weer zo teleurgesteld. Video of the year. Oh. Dat was pijnlijk hoor. Hier nog een andere view. Wow. Zo, maat. Vanaf hoeveel hoeken hebben ze dat wel niet? Ja, ik moet wel zeggen, als je zeg maar, op zo'n opblaasbare boot springt, waarbij er eigenlijk maar één rots in de buurt is, en de rots doet dit met je. Ja, maat. Moeder natuur wil niet vertellen. Wat? Is dat saté? Saus met appeltaart. Maar jij bent een menace to the society. Een barbaar ben je. Een barbaar. Ah, gadverdamme. Maat. Ja, dit is niet 100, man. Gadverdamme, dit zou nooit mogen. Appeltaart los, hartstikke lekker. Saté saus, hartstikke lekker. Maar dat doe je niet bij elkaar. Dat doe je niet bij elkaar. Ik ben niet iedereen zeg maar zomaar van alles toe. Maar op zijn minst een verzwikte enkel. Op zijn minst. Ja, nee, dit kan niet, man. Dit kan niet. Ja. Het gaat ook helemaal stuk. Man. Je moet gewoon lachen en huilen tegelijk. Nee, we hebben niet weer zo'n feestel. Man, dit is die Barney. Laat ik heel al stuk op de manier hoe ze liepen en vervolgens zie ik gewoon een man... Een high kick in zijn gezicht krijgen, maar dit is die bar. Kijk, ik moest al stuk gaan op dit gedeelte, want ik dacht, nou ja, ik weet niet wat het is, maar een of andere manier heb ik in mijn algoritme hele rare feestjes staan. Maar kijk, meneer. En hij loopt ook weer gewoon rustig verder, alsof er niks aan de hand is. Oh, man. Kijk, er was niks aan de hand. Hier. Kijk, hij geeft hem. Loopt gewoon weer verder. Ja, maar dat is die boykie, man. Oh nee, meneer, blijf staan. Ja, die is Nokkie. Die was niet nuchter, dat kan ik je wel vertellen. Kijk, dit kan nog het beste overkomen. Slaat een balletje mis, oké. Okay. Ja, leuk. Die was even van het padje. Man Dem wist niet meer waar die was. Man veranderde zelf in de poes. Я знаю, как можно проверить силу. Хочешь проверить, сильный ты или нет? Давай, а что, ты сомневаешься? Ну да, короче, смотри, поставил так руку. Так? Да, короче, смотри, сейчас буду проверять твою силу. О, здесь я прикинь, здесь я на всю силу на себя тянуть. А ты его класс это? Рад, его рейки лос. Давай, летов. Со всей силы. Давай, сильнее. Dit is zeg maar zo vals. Het is zo vals. Het is zo gemeen. Maar het is zo leuk. Kijk, hij zet zoveel kracht. Maar hij slaat zichzelf echt Nokkie volgens mij. Kijk. Ja, het is echt niet mooi. Echt niet mooi. Fuck deze bike. Oh nee, iets.
Jongens, wat zien we weer allemaal? Wat doet deze kip hier? Man is ook gewoon verbaasd. Ik zeg je eerlijk, ik zou gewoon oprecht bang zijn. Als ik een kip gewoon zeg maar zo in een hek ziet zitten, ik zou gewoon oprecht bang zijn. Fuck deze bike. Hij blijft nog best wel rustig eronder. Hij kijkt gewoon, ja, dit is toch eng. Dit is toch creepy. Of ben ik de enige? Nou, ik zou er voor geen meter vertrouwen. En het was vandaag echt compleet in het plaatje. We hebben zoveel vragen. Hierbij ook weer. Zoveel vragen. Heeft iemand dit op zijn hoofd? Oh, dat gaat fout, dat gaat fout. Oh, die man heeft een paar biertjes gekocht, jongen. Hij was nog zo gelukkig hier. Hij had nog een kratje. Hij vond dit helemaal geweldig. Hij zei, kijk eens, Annie. Kijk eens wat een toren. Annie zei, welke toren? Ja, man. Ja, dat is ook een beetje erom vragen. Meneer heeft denk ik specifiek niet gevraagd, hè, om een paar kratten op zijn hoofd te krijgen. Maar als je dit al opgestapeld ziet worden, je bent al in de ruimte, je ziet dit al, je ziet dat mensen helemaal lam zijn, dan moet je weg zijn. Moet je gewoon van locatie veranderen. Eventjes een paar meter verderop. Maar goed, waarschijnlijk was dit er zelf onderdeel van. 100% dat dit weer zo'n autostoel is met een airbag erin. Ik heb dit vaker gezien, jongens. Natuurlijk, maat. Die bal vloog eventjes, hoor. Maat, stop die barkie dit. Oh. Oh nee. Dat is een grote hond. Dat is een boze hond. Ja, die moet je vasthouden. Oh nee, hij is los. Die is binnen. Ja, die was in paniek. Die was in paniek. Maar kijk, je zag het al. Deze vrouw kan zo'n hond waarschijnlijk niet handelen. Dit zijn hele sterke honden. Kijk, hier ging het al mis. En als het goed is, rende deze meneer, want net was hij dus binnen. Dus als het goed is, rende hij tegen de dichte deur aan. Kijk. Ja, nu komt hij naar binnen. Volledige paniek. Oh, man. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet echt bang voor honden. Maar ik bedoel, deze hond was gewoon kast. Deze hond was boos. Dus als er zeg maar zo'n hond op mij af zou komen, ja, dan... Ik zou dat niet heel prettig vinden. Niet heel prettig. Ik denk weer dat het genoeg is. Het is weer genoeg. Genoeg internet voor vandaag. Het is klaar. De koptelefoon gaat af. Nou, zoals je ziet is de koptelefoon af. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als dat zo is, vergeet de video dan niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Ik hou van jullie. Later. Doei. Ah!